Olivia, ik heb een cadeautje voor jou gekocht in de stad. Ja? Ja, ik kan het helemaal straks aan jou voorlezen. Ah, wat heb je daar? Open even. Ik heb het nog hier opgemaakt. Oh, dat boek dat ken ik, geloof ik. Oh ja? Ja, dat vind ik nog niet zo goed. Zit een baby in mama's buik? Is dat zo? Ja. Ik hoor. Ja. Nou, dat zou ook wel wat zijn. Dat is een planning, zeg. Ja, dat kan nu niet. Ja. Nou, leuk. Het was te laat. Ja. Ja, moet mijn papa nog iets. Ja. Nou ja, mooi toch? Ja, leuk hè? Ja. Ik dacht, je kan toch wel. Ik wou eigenlijk wachten tot na de vakantie. Oh. Ik kan het nieuws gebruiken. Ja, leuk. Nou, leuk, denk ik. Wat jij nou? We zitten bij mama in de buik een baby. Ja? Ik moest dit vloggen van Nicky. Ja, dat is nou een vlog zonder het eerste domme ding wat je doet. Nou, mevrouw wou een zoetje doen in de thee. En wat komt erin? Zout. Een zoutje. Ik heb ook gewoon niet gekeken. Nee. Zo dom. En dan vraagt ze of ik een nieuwe wil gaan halen. Of ze misschien een omwisseling. Ik ga dit echt niet opdrinken. Ik moet een slokje nemen. Ja, nee. Neem een slokje. Een soort zeewater met thee. Smaak. Ik heb ook wat hele ding erin gegooid. Ja. Ik heb een nieuwe gekregen. En die meneer lacht het mij uit. Maar ik kreeg wel een nieuwe thee. Die dacht echt bij zichzelf. Die vrouw, die is ook net wakker. Mag mama ook een ijsje? Ik heb eens even vragen. Stel deze dan gerust. En dan kom ik zo van niet. Doe je een ijsje maken voor mama? Dankjewel. Papa ook? Kijk, daar komen we aan in ons hotel. Bij ons hotel. Het ziet er wel goed uit. Eens even kijken. Het zit er helemaal achter in de bus. Ik zal u allemaal laten zien. Oh kijk, dit ziet er toch top uit. Oh wauw, kijk nou. Dat is mooi. Zie je dat, Olivia? Dat is mooi hè, dat is een mooi zwembad. En daarachter is de zee. Vind je dat leuk? We zitten aan het buffet en het is heel lekker sowieso, dus echt van alles. Maar mijn cravings is dus gezonde dingen, zure dingen. Thuis had ik ook al zure bommen en zo en nu dit. Lekker in het zwembad spelen. En ik zit lekker hier op beltje bij het kinderszwembadje. Leuk hè? Heerlijk. We zijn inmiddels bij dag 3 aangekomen van onze vakantie. En ik dacht, laat ik jullie eventjes het ontbijt zien. We gaan het ontbijt bekijken. En dat ga ik aan jullie laten zien. Het is heel uitgebreid, dus dat is wel leuk. Nou, dit is het waar je kan eten. Je kunt buiten of binnen zitten. Lopen we achter papa aan? Daarheen? Oh, zit je schoen niet goed? Zit je schoen niet goed? Het bordje van Olivia. En ze vindt dus die worst met chocoladesaus lekker. Echt zo vies. Goed. Dit is dus
het buffet. Hier al het warme. Hier alle toetjes. Daar zijn nog vers gemaakte omeletjes. En hier alle fruit en koude salades en noem maar op. En daar heb je dan ook nog een kinderhoek. Waar alles voor kinderen is. Echt zo lekker. We hebben een autootje gehuurd voor 3 dagen. Het is precies dezelfde auto die we hebben thuis. Een Kia Ceed. Is dat schrikker? Maar alles zit aan de vierde kant. Dus Nicky zit nou links. Dat is zo raar. Ja. Weet je wel wat gas is? Gas en remmen dan wel dezelfde kant als die hier zit? Of is dat ook omgedraaid? Nee, dat is allemaal echt goed. Oké. Okay. Nou ja. Dat is wel een beetje spannend. Gordel om doen is raar. Ja, maar dat is er ook wel eens in de passenger seat. Ja. En wie zit er achterin? Hallo! We zitten nu in Cyprus bij Coral Bay. En dit is het strand en de zee. Het is echt heel mooi. En ik heb een bootje gekocht voor Olivia. Daar wouden ze niet mee op zee. Maar we hebben hem nu gevuld met water. En nou is ze lekker met zand ijsjes aan het maken. En in het water aan het flodderen. Echt heel schattig. En er is van alles te zien. Er komt net een bootje aan. Er zijn ook andere mensen. Maar het is wel rustig. Het is echt heerlijk op het strand. Hè, Nicky? Heerlijk. Mm. Mm. Ik nam het niet op. Wat zei je? Ik zei, en ik heb een snorkelsetje gekregen voor mijn dier. Alleen die is vergeten in de hotelkamer. Dus. Maar dat maakt niet uit. Ik ga in de hotelkamer nou snorkelen. Dat is ook leuk. Ik dacht ook wel leuke dingen. In het bad? In het bad. Ja, je weet het niet. Of misschien een paar ijsjes van Olivia. Op snorken. Ja. Nou, in het zwembad kan dat. Maar we gaan toch nog wel een keer. Wie heeft er nou een snorkel nodig? Maar eerlijk, dit is toch zo mooi. We gaan hier toch nog wel een keertje terug. Zo mooi. Deze week. We hebben nu een auto. En we hebben dus 2 bedjes en een parasolletje. En dat kost hier maar 7,50. Dus dat kun je eigenlijk geen geld noemen. Dus tot de lunch kunnen we hier heerlijk genieten. Desnoods gaan we na de lunch nog terug. Maar ik denk dat te veel gevraagd is van Olivia. Maar goed, dat zien we wel. Ja? Wow, die gaat helemaal omhoog! Ja. Dus heel leuk speelgoed gekocht bij de Action. Het was echt, nou ik zou niet weten hoe duur het was. Echt goedkoop. En lol dat we ervan hebben. Papa! Vandoom? Ja, boven je. Boven mij? Ja! Een grote palmboom, hè? De misselijkheid in de ochtend is begonnen. En omdat we geen crackers of iets hadden, zit ik aan de beefy worstje. Om de misselijkheid tegen te gaan in de ochtend. Maar, ik moet eerlijk zeggen, het lijkt te werken. Is dat zo? We gaan vanavond uit eten in een à la carte restaurant in het hotel. Olivia, heb jij lekker broodje? Ja, een broodje met boter. Lekker, hè? En ik heb dus voor Nicky een sparkling wine besteld. En ik had zelf een alcoholvrije, had ze zelf bedacht, die mevrouw, de ober. Erg lekker, dus dat is wel leuk. En Olivia eet lekker broodje. Lekker. Lachen. Lekker. Lekker. Heb jij een lekker ijsje? Oh, ja, er is altijd nog plek voor ijs, hè? En jij hebt een chocolate nemesis. En ik heb een muntthee. Want ik zat propvol hierna. Lekker, Nick? Leuk, hè? We zijn vandaag lekker op het strand weer. En Nicky en Olivia zitten lekker in de zee met het zand te spelen. Nou, lopen maar dan. Ijsje. Ijsje? Kun je daar een ijsje halen? Ja.
Nou, doe mij maar een chocoladeijsje. Oh, goed opgelet hoor. We zijn aangekomen bij het inpakken van de koffers, want morgen om 5 uur vliegen we naar huis. Dus we moeten om 11 uur uitchecken. En om 14:15 worden we opgehaald. Dus op zich is dat wel heel ideaal. We kunnen morgenochtend gewoon nog de hele ochtend bij het zwembad chillen. Als we echt willen, kunnen we nog even douchen. Ja, 10:30. En dan om 14:45 worden we alweer opgehaald. Dus het is eigenlijk heerlijk. En ik dacht, ik laat even zien hoe de koffers in. We hebben dus 2 koffers en ik heb dus alle vieze was hebben we in deze grote Primark tas de hele week gedaan. Dus ik kan dit zo goed in de koffer doen. Dus in deze koffer zit eigenlijk alleen maar vuile was. Kan nog wel wat bij. Grappig weet je trouwens. Het karaoke wat ik van de week had gedaan, heb ik een champagne voor gekregen. Dus die gaat mee naar huis. Die drink ik op als we een keer iets te vieren hebben en ik mag weer drinken. En dit is de koffer met... Dit is eigenlijk de schone was. Dus dat is eigenlijk dit hoekje. Al het speelgoed en dingen die we niet morgen meer nodig hebben. Die gaan hierin. En de schoenen al. Dus zo ben ik het een beetje aan het inpakken. Daar ligt Olivia te slapen. Ja, ze is nu nog niet aan het slapen. Maar het is haar bedje. Die heeft de hele week geslapen. Ging eigenlijk super goed. Sliep goed. Beetje vroeg wakker, maar... Ja... Wij gingen ook vroeg naar bed, dus het is niet zo heel erg. Ja, daar zitten we dan weer in de transfer richting het vliegveld. Oh, ik had voor de vakantie van die wimpers laten zetten. Ik vind het verschrikkelijk zitten. Ik denk omdat ik zoveel moet huilen van papa natuurlijk. En in het zwembad. Dat ik daar gewoon door gewoon... Ja, dat ze daardoor niet lekker zitten. Dat ze het door de war gaan. Maar we zitten in de bus... richting het vliegveld en we zitten als nu nog als enige erin. Dikkie zit daar. En Olivia zit hier. Mooi in het riempje. Maar goed, dit was onze vakantie in Cyprus. Nooit eerder geweest. Zou jij Cyprus aanraden aan mensen? Ja, het staat niet genoeg top 5 of zo. Nee, mijne ook niet. Terwijl het niks slechts eigenlijk, maar toch. Ja, nee. Ik zou wel andere landen eerder, maar ik zou wel weer Cyprus boven de eilanden. Ja, zeker weten. Ja, hoezo Lanzarote vond ik ook wel mooi. Dat is zo'n mooie wegen was voor fietsen en zo. Maar goed, ik ben vandaag ook 6 weken zwanger. Dus dat is wel mooi dat we die weer doorgooien naar de volgende week. En dan de volgende vlog, dan komen we thuis en dan gaat het echte leven weer beginnen. Ik heb de afgelopen weken weinig gewerkt door het overlijden van mijn vader. En ik hoop na deze vakantie misschien de draad weer beter op te kunnen pakken. Maar ik merk dat ik nog steeds super verdrietig ben. En heel veel in mijn hoofd mee bezig ben. Dus ik ben benieuwd hoe ik kan werken. Maar het moet hè. Mensen overlijden en het leven gaat door. Dus dat ga ik nu ook maar gewoon doen. Nou, ik ga nu eerst lekker terug naar huis vliegen. En dan zien jullie de aankomst in Nederland in de volgende vlog. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei! Zeg je ook doei? Doei!